wat heeft deze glazen wand en dit glas in lood met elkaar gemeen? Ja, het is allemaal glas, maar verder lijkt het een wereld van verschil. Maar hier bij 360 Glas in Tilburg komt het allemaal bij elkaar. Dit innovatieve, ras-echte Tilburgse bedrijf maakt glazen kunst en zelfs hele wanden zoals deze voor klanten uit heel de wereld. Stef, je doet het allebei, dat hele moderne, kunstzinnige glas bijna en dat oude glas in lood. Ik zeg oud en modern, ik zeg ambacht en nieuw. Of is het niet zo zwart-wit? Nou, het is niet zo zwart-wit, omdat de dingen komen van hier en gaan naar daar. En er zit een weg tussen en niemand snapt die weg. Maar als je hem zelf bewandelt, weet je heel goed waar je aan het doen bent. Die weg heb jij bewandeld? Je hebt een wand gemaakt in een museum, een glazen fietstunnel in Amsterdam. Ja. Hoe belangrijk is het dan nog om dit echt glas- en loodwerk, dat ambachtswerk, te blijven doen? Al die gebouwen bij elkaar, die 200 of 300 kerken die we gerestaureerd hebben, hebben bijgedragen tot de kennis die je bezit. Dus je bent niet voor één gat te vangen. En nu zijn er heel veel mogelijkheden voor ons, omdat we zo in de loop der tijd geleerd hebben om flexibel te zijn. Wij kunnen nooit statisch denken, want elke kerk is anders, het dak is anders, de lichtval, maar ook de geloven zijn anders. En daarom heeft ons daar getraind om flexibel te zijn. En van het oude glas en lood naar het nieuwe, ja nou ja, nieuwe oude kerk, maar dit is hypermodern. En dit is jullie eigen oven, custom made. Waarom? Ja, dit is een van de ovens die ik gebouwd heb. Een van de, zeg ik, want het is een soort afwijking geworden om steeds maar weer opnieuw ovens te willen bedenken. Het is niks ernstigs toch, die afwijking? Nee, het is een prettige afwijking. Als we iets moeten maken wat er niet is, waar vraag naar is of waar eenmalig vraag naar is, dan kunnen we toch zeggen, dan maken we daar speciaal een oven voor. Even iets anders dan een kerk. Ja, ik kan er ook niet veel anders van maken als wat het is. Het is natuurlijk een totaal ander werkplek. Maar het is een bedrijfshal waar we allerlei faciliteiten hebben die we gewoon niet in de kerk konden inbouwen. Flink aantal machines, ook wat zelfgemaakte spullen weer. Ja. En het laatste project. Het is een lamp, het is een verlichtingselement, een landmark noemen ze dat. Dus vooral op de boulevard in Scheveningen. Die kunnen ze in Engeland zien branden, zo'n gigantisch ding. Ze zullen denken, wat is dat nou aan de overkant van het water? Wat is er bijzonder aan dit glas? Want er zit een structuur in. Het is helemaal gebogen. Kunnen andere mensen dit maken of is het uniek voor jullie? Nee, als je gaat zoeken in Europa, dan denk ik niet dat er een tweede bedrijf is. Het is gestructureerd. Er zit een wafelstructuur op. Die hebben we speciaal aangebracht om het zonlicht op te reflecteren. Dan is hij gebogen in 180 graden en dan hebben we hem ook nog thermisch gehard om veilig te maken als het ding omlaag zou komen, dat we alleen korrels beneden aantreffen. Ja. Een innovatief Brabants nieuw product wat je alleen hier vindt. En dat wordt gemaakt. Ja. Dat. Ja. Glas zit erin. We begonnen bij het glas en lood, het echte ambachtswerk. In hoeverre is dit nog ambacht? Ja, helemaal. Ja? Ik voel dat zo, ja. Ja. Want het ziet er heel industrieel uit, een grote machine. Ja, dat is ook zo, maar het is de fascinatie voor het materiaal, die is hetzelfde gebleven. De reflectie, de esthetische schoonheid. Een nieuwe vorm van ambachtschap, een innovatieve vorm van dat ambacht. Ja, de toekomst verplicht ons om ons aan te passen. Wij kunnen niet blijven stilstaan bij het verleden.